Hier. Thee voor je meegenomen. Hoe voel je? Kut. Luister, Wiet. Jij bent morgen vermoord. Ze zullen willen weten hoe jij met wapen bent gekomen. Wat ga je zeggen? Niks. Niks? Luister, je kan niet niks zeggen. Wat moet ik dan zeggen? Nou ja, wat er gebeurd is. Kom. Wiet, je moet ze wel vertellen hoe het precies gegaan is. Dus hoe is dat? Nou, dat weet je toch. Ik heb geschoten, ik heb er een onwijze puin van gemaakt. Ja. En hoe ben je aan de pistool gekomen? Uit de kluis. Ja, en hoe kwam je in die kluis? Ben je boos? Nee, ik ben niet boos, maar je moet wel even luisteren. Hé. Hey. Als je je vragen hoe je aan het wapen bent gekomen, dan moet je ze gewoon uitleggen hoe het gegaan is. Zeggen omdat je naar huis toe wil of omdat ik zeg dat je dit moet doen, maar omdat het de waarheid is. Want als je de waarheid niet zegt, dan breng je mij in hele grote problemen. Problemen? Wat jij, je hebt helemaal niks gedaan. Als zij denken dat je door mijn schuld bij mijn wapen kon komen, dan word ik geschorst. En dan kan ik jou niet meer goed helpen. Daarom is het van het grootste belang, Wiet, dat je ze eerlijk vertelt hoe het precies gegaan is. Hoe je aan dat wapen bent gekomen. Oké. Dus? Dus, jij hebt niks gedaan. En als ze dat wel denken, dan kan je me niet helpen. Dus zeg ik dat je niks hebt gedaan. Ben je zenuwachtig? Nee hoor. Mevrouw González, als u wilt kunt u alles naar binnen gaan. Zegt hij iets moest gaan doen. Goed, vertel me iets, oké? Dan ga ik naar buiten. Er valt niet zoveel te vertellen. Ze is erg verward. Ik denk niet dat we veel kunnen met de verklaring. En de sleutels van de boot zelf, wie hebben die? Jack en ik. En ik geloof dat Wiet ook een sleutel heeft. Gelooft u? Ja, Jack is heel erg gesteld op zijn privacy. En de code van de kluis? Ja, die heeft Jack alleen natuurlijk. Die mag je toch aan iemand anders geven? Deed de heer Van Hout altijd meteen zijn wapen af als hij thuis kwam? Meestal wel. En borg je het dan onmiddellijk op? Ja, hij is er zorgvuldig mee. Ik heb wel eens gevraagd of ik hem vast mocht houden, maar dat nog niet eens. Dus het wapen ging in de kluis en de kluis ging op slot. Ja. Altijd?
altijd. Het ging erom dat hij uit het zicht was. Wat bedoelt hij daarmee? Dat hij het ook wel eens naliet om de kluis op slot te doen? Dat is wel eens gebeurd, ja.